We gaan gewoon echt de Eiffeltoren op. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits. Het is aflevering 7. We gaan weer 8 bandjes busrijden. Mijn microfoon doet het weer. Er was een probleem met Burton Audio Cape. Had de plek van mijn microfoon ingenomen. Dus dat was het probleem. We gaan weer 8 bandjes busrijden. En ik moet eerst niezen. Nog een keer. Sorry. Maar we gaan beginnen met IF Typhoon V1-3. En het laden duurt niet echt lang. Hij start erop. Wij zitten in een ding. Zonder station. Maar is dit denk ik wat het is, Volgens mij wel. Ja. Dames en heren, wij maken gewoon kennis met Typhoon en Bobbejaanland. Ik herken de layout onmiddellijk, de karretjes onmiddellijk. Oké, we gaan naar Bobbejaanland. Wop. De looping. Vervolgens komen wij hier met een stukje remmen. En dan hebben wij de schroefjes, zoals je moet denken, de schroeven, een stukje remmen. Dan gaan we redelijk een verdaling maken, nieuwe remmen. En dan gaan we hier een bochtje maken met een spiraal naar boven. Hoppa, een spiraaltje naar boven. En dan doen we weer een klein schroefetje, dus met remmen, een schroefje. Spiraaltje naar onder en dan komen we even dadelijk aan. Voilà, dit was de Typhoon uit Bobbejaanland. Dit is hem dus daar daadwerkelijk uit Bobbejaanland. Dat is oorspronkelijk een No Limits 1 achtbaan, want ik herinner me wel dat daar wel een station erbij was. Maar dit is dus een No Limits 2 opengeplaatst. Het is super qua realisme. Er zijn heel veel karretjes bezig. En je hebt er dan niet te snel naar boven. Maar dit is hem. Jullie weten het waarschijnlijk niet, maar op deze plek waar de looping nu stond, stond vroeger ook een achtbaan. Dat was de, looping star. En dit is zeg maar dezelfde plaats van Typhoon. Dus zet dat nu op. We gaan over naar de volgende. En dat is Eiffel Tower Extreme. En Eiffel Tower Extreme start op. Ik zie dat wij een circuskoers mee hebben. Heel goed vastgebonden. Ik zie daar. Oh, dit is awesome. Dit is holy fucking hard. Maar we gaan gewoon echt de Eiffeltoren op. Dat is pretty holy fuck. What? Dit is echt awesome. We maken daar zoveel tijd in om zo'n Eiffeltoren aan te zetten. We maken heel goede bochten. Holy fuck. We gaan weer door de Eiffeltoren met een looping. Wow. Dit is heel hoge snelheid. Dit is echt een heel hoge snelheid. Ik ga even twee dat heel even snel bijhalen. Speed. Ja, sowieso weer nog een lancering is echt al meer dan 100 minuten. Daar ben ik echt zeker van. Dit is eigenlijk, we gaan door de looping in. Oké, met de gangen, die zitten daar goed. Goed zo'n boom, maar daar laten we even niet op. Maar het zijn bomen hebben nummer 1, dus we hebben nummer 1 coaster die nummer 2 heb geplaatst. En daar neemt hij niet alle objecten mee soms, zoals de stations neemt hij niet wel mee. In dit geval heeft hij wel meegenomen. En we doen het einde waarschijnlijk, ik heb het nu goed dat het einde is. Ik denk het wel. Ja, dit is het einde van Eiffel Tower Extreme. Het is super awkward. Vind ik echt een heel erg leuk afdeling. Als we op de flymodus gaan, we komen rechtstreeks uit op de Eiffeltoren. Maar ja, dit is echt een... Dus ik snel even wat vliegen. Een super vette achtbaan. Ik bedoel, kijk naar de detail van die Eiffeltoren, dames en heren. Dat is gewoon echt... Daar heb je dan, of het is een geïmporteerd object, of die heeft dat nagebouwd. En ik weet het niet,
Maar is grandioos. Want dit is echt een hele, daar komt een kaartje aan. Heel even die lancering meevolgen. Kijk, je volgt de lancering mee even zo in een speciale view. Daar kon het iets beter aan de dingen wel worden gewerkt. Die wordt weer losgelaten. Hij gaat recht naar onder. Even touw, Extreme Emo. Nee, dat is niet mijn favoriete. Typhoon is wat simpel natuurlijk. Nu gaan we over naar Euromir. Euromir is een coaster die Fuzz mij vertelt uit Europa Park. Het is een spinning coaster en dit is geen spinning coaster. Dit is geen spinning coaster. Euromir is een achtbaan uit Europa Park. Maar dit is wel een spinning coaster. Dat is jammer. Ik hoor allemaal remstukken. In één keer komen we hier in een hele zaal uit. En dat gaat hier in een heel spiraaltje omhoog. Oké, apart, maar we moeten het er maar mee doen. Het lijkt een beetje op Revolution in Bobbejaanland. Maar dit gaat echt gewoon in één baan omhoog. Hoe lang is het in de kartje? Ja, ik weet het niet, ik kan het niet zien. Hoe snel gaat het? 14 per uur. Oké, we gaan met 14 per uur. Ik heb lage FPS, maar dat doet mijn PC's niet goed. Dat weet je doorgaan, maar ik heb gewoon lage FPS. Ik heb schuiberuik, dat moet ik dadelijk bekijken. Euromir, dit is echt jammer dat het niet de spinning coaster is, want Fun zou dit zeker vet hebben gewonnen. Hij zei tegen mij, want ja, Blue Fire wil ik eens dat je dat doet, of Silverstar. Silverstar, dat weet ik ook, volgens mij heb ik die. Dus die kunnen jullie wel verwachten, heel op het einde, want we zitten nu best bij de E. En New Limits heeft die namen op alfabet gezet en S is heel laat dus. Maar dit is echt al jammer dat het wel niet de spinning is, maar dat het gewoon de normale achtbaan is. Dat vind ik heel jammer, want dat zou het zeker verder hebben gemaakt, moest het nu echt de spinning coaster zijn. Het is heel jammer dat het niet zo is. En het echt is het hier ook donker in, heb je mij verteld. Ik heb er een video van gezien, hier binnen moet het heel donker zijn. Dat is wel jammer dat het niet zo is. Maar daar kunnen wij niks aan doen, helaas. Euromir. Ik denk dat we bijna boven zijn, ik zie hier de laatste cirkel waar wij dadelijk op gaan rijden met ons karretje. Kunnen we eigenlijk ook als we F2 in de hoogte zien? Nee, we zien wel de simulation speed, de G-force, vert en horizontaal. Maar meer zien we niet. Dit is F3, dit is F1, of F1 wil ik niet hebben. Dit is F4, F4 is het ding in blok, het controlepaneel. We zijn boven, daar is de uitgang van de hal zeg maar. We zien eindelijk de buitenwereld van Euromir. We gaan nu om die toren heen. Ik ben benieuwd. Oké, we gaan snel om de torentje heen. Ik zie hier wel al een leuk hart, maar het is echt jammer dat het niet de spinning coaster is, want anders ook wel lag, maar sorry daarvoor. We gaan hier om het torentje heen. Ik vind het gewoon heel jammer dat het niet de spinning coaster is, want dat zou het echt heel af hebben gemaakt. Ik heb er een video van gezien hoe het echt moet uitzien. Die torens is wel juist, maar de baantype is foutief. En dat is heel jammer. Dat het niet de spinning coaster is. Dat is echt heel erg jammer, vind ik. Ook in No Limits 1 was het volgens mij niet de spinning coaster. Ik heb hem gedaan met No Limits 1. Was volgens mij ook niet de spinning coaster. Dus daar hebben we eigenlijk. F2. 10, wat het geen schommel meer af. Ik had het even wat verslepen. Nou hier, dan kunnen we dat. Als we dat nodig hebben, eens even kijken. Maar dit is de laatste achtbaan van deze aflevering, dus dat is eigenlijk nu echt niet echt meer nut. We gaan eindelijk van de wielen af. Voilà, de laatste wielen, de laatste schijfremmen. En we gaan nu eindelijk naar onder. En dit zou natuurlijk, moest het een spinnenkoster zijn, heel erg vet zien. Zijn een apart effect geeft je dan nu wel als je op een spinnenkoster zit. Die dit meemaakt. En ik heb teringlek. Lage FPS. Volgens mij is het ook een zwaar coaster. Met heel veel objecten, heel veel bomen gebruikt. Heel veel stukken metaal zie ik hierin natuurlijk. Van de loodsen. Want een normale achtbaan die voor mij toch niet zo lek. De Typhoon en de Eiffel Tower echt vroeger hebben nog niet. Heb ik geen problemen mee gehad denk ik. Ik heb een boom door een boom heen. Dat is jammer. Dat is niet echt gebruikt. Hier denk ik weer. Hier niet denk ik. Dan hier.
de Grover en de Rob. Ik kan daar ook eens even binnen in vliegen natuurlijk. Beetje rammetjes. We gaan verder. We zijn nog denk ik bijna. Ik weet het niet. Het is een redelijk lang achtbandje. Vooral het begin is gewoon al lang. Hier is het einde. Ik zie hier, dit is de einddingen, dit is de einddingen. Daar gaan we denk ik goed doen. Maar we gaan even zo'n heel klein stukje door een tunneltje. Met een dikke lek. Maar weer door een boom. We gaan weer een boom. We gaan weer een stukje binnen doen. Volgens mij zit het einde. Nee, toch niet. Laatste bocht. We gaan naar binnen. Dit is wel het einde. Oké. Dit is wel het einde. Euro meer. Eruit. En met lek gaan we proberen te vliegen. Heel erg jammer dat we lek hebben. Ik zoek even naar de hoofdloods. Dat is hier. Hier komen we dus uit. We zien hier weer even kaartjes komen. Voilà. Waar begint dat? Waar komen we precies uit de tunnel? Hier. Oh, te ver. Te ver. Voilà, we gaan gewoon even op de achtbaan lopen. Kunnen we dat goed? Lukt dat goed? We gaan even hier langs. Voilà, op de achtbaan, langs de achtbaan. In het station. Zo weer wat vliegen weer. En we gaan dus neer van Wallview. Met E natuurlijk. Zo kan dat. Er is geen uitgang. Misschien dus begrijpt wel een ingangspad. Maar daar laten we even niet op. Het gaat om de achtbaan. Ik vind het jammer dat het niet de dingen is zoals het hoort te zijn. Maar toch vind ik Euromap ook een leuke achtbaan. Maar voor mij wint zonder twijfel Eiffel Tower heeft een tweede plaats van het Euromer en de laatste Typhoon. Typhoon is iets minder vind ik. Ja, het is goed. Oké, we gaan volgende week verder met aflevering 8. En daarin doet mij Expeditie GeForce, Falcon en Firestorm. Jongens en meisjes, ik zie jullie dan bij deze, bij aflevering 8 volgende week. No Limits 2.